Dames en heren, goedenavond. Het aantal daklozen in ons land stijgt zo sterk dat de opvang het niet meer aan kan. Inmiddels staan er duizenden mensen op een wachtlijst voor een plek. En de samenstelling van die groep daklozen die verandert sterk. Want door de crisis zijn er steeds meer mensen die hun baan en hun huis verliezen en dan gaan zwerven. Dan tellen we daarbij op dat gemeenten in deze tijd juist veel bezuinigen, juist op die daklozenopvang. De klassieke dakloze, een verslaafde, verwarde man die op straat leeft. Dat is het beeld dat iedereen kent. Kamertje 26 heb ik voor je. Oké, dank. Maar dat beeld klopt niet meer. Mensen die zich tegenwoordig bij de opvang melden, zijn al lang niet meer allemaal verslaafd of in de war. Wat je in toenemende mate ziet, is dat er ook allerlei andere mensen een beroep moeten doen op de instelling. En klaarblijkelijk is het zo dat netwerken waarbij mensen vroeger konden worden opgevangen, dat die het ook niet meer aankunnen. Het aantal mensen dat zich meldt bij de opvang neemt flink toe. Van bijna 50.000 in 2009 naar ongeveer 58.000 in 2012. Natuurlijk speelt de crisis een rol. Op dit ogenblik zien we ook dat huren bijvoorbeeld stijgen. Er verandert nog wat in de sociale zekerheid. De Rijksoverheid moet bezuinigen. En bovendien bepalen gemeenten steeds meer zelf waar ze hun geld aan uitgeven. In 2011 bezuinigt 35% van alle Nederlandse gemeenten op de daklozenopvang. In 2012 is dit getal gestegen naar maar liefst 50%. Door al deze bezuinigingen ontstaan er wachtlijsten. En zie je morgen. Vorig jaar het uitgezocht van hoe zit het met gezinnen die aankloppen bij de opvang. En dan zie je toch dat in sommige gemeenten, waar het je eerder in de richting van tientallen honderden gaat, dan laat ik zeggen dat het om enkelingen gaat. Als je dat bij elkaar optelt, gaat dat dan om duizenden mensen? Dat is een goede conclusie, ja. Ja, treurig. De daklozenopvang zit dus klem. Net als de daklozen. En vandaag was in Alkmaar. Portretteerde daar 24 uur lang enkele daklozen in de plaatselijke opvang. Bel zo'n stuk. Goedemorgen. Morgen, misschien bij post. Ja, mag ik je legitimatiebewijs eventjes? Wij zijn de centrale voordeur. Dat betekent dat mensen op een heel laagdrempelige manier hier melden. Ze kunnen hier een aanvraag doen voor een postadres. En ze kunnen zich ook melden voor de wachtlijst. Weet je, de weg naar hier die is natuurlijk al heel lang. Voordat mensen zich gaan melden voor een wachtlijst van een daklozenopvang. We hebben toch een naam wat dat betreft. Weet je, het is maatschappelijke opvang. Maar... Een opvang voor kleusjes toch? Je bent altijd een kleusje als je hier terechtkomt. Hi Elise, zou je mij even kunnen vertellen wat de wachtlijst momenteel vandaag is? Nou, je kunt zien, op het moment staan er 28 mensen op lijst. Maar dat zijn ook gezinnen. Nou, dit is bovenaan een gezin met 3 kinderen. De grootste problemen waar wij momenteel te maken hebben is gewoon een grotere toename van economische daklozen. Het verschil is dat er hier geen sprake is van mensen die een ziekte hebben, in psychiatrie of verslaving of door gedrag waardoor je in problemen komt, waardoor je op straat komt te staan. Wat erg. Dat is bij deze groep van mensen absoluut niet het geval. Het zijn gewoon burgers die normaal gesproken gewoon jarenlang prima zelfstandig kunnen functioneren. Dus de crisis waar we nu in zitten, dat heeft echt een direct gevolg dat een grote groep mensen momenteel een beroep doet op de maatschappelijke opvang. Dat kun je niet ontkennen, dat zijn gewoon de cijfers. Tot ziens. Elise Zwart werkt voor DNO Doen. Dit bedrijf beheert de nachtopvang, centrale voordeur en opvang in de wijk voor de gemeente Alkmaar. In verschillende woningen door de hele stad krijgen daklozen een tijdelijk thuis. Hoi. Nog een keertje. Ja. Een van hen is tienermoeder Kimberly. Ze woont samen met haar vriend en zoontje in een van die kamers. Kimberly wil niet herkenbaar in beeld, omdat ze zich schaamt. Wat belangrijk bij jou was, is dat jij ging regelen, dat je een DigiD kreeg en dat je... Bijvoorbeeld zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag, dat allemaal op jouw naam zou komen. 3 maanden terug zijn we op Schaat terechtgekomen. Toen zijn we naar hotels gegaan hier in de buurt. Maar dat is gewoon niet te betalen. Soms reden we s'avonds om 10 uur nog in de auto en dan keken we achter ons, zagen we het kleintje zo in zijn stoeltje slapen. Ja, dat doet je echt wel wat. Je weet niet meer waar je moet beginnen. Je krijgt overal te horen van nee, we kunnen jullie niet helpen, je moet zelf uitzoeken. We kregen van de gemeente geen eens een postadres. Maar waarom kon jij dat dan niet zelf uitzoeken? Je bent toch een jonge, gezonde moeder? We hebben gewoon allemaal te veel en om elk wisselwasje kon ik in huilen uitbarsten bij wijze van. En ja, dat op een gegeven moment, ja, ik ben een jonge meid, maar ja, van binnen ben ik ook nog een meisje.
Ik wil graag een mevrouw inbrengen die al sinds een jaar in de opvang zit bij ons, begeleid wonen. Die mevrouw heeft een kindje van 3. En in eerste instantie was het goed dat ze bij ons kwam. Heeft ze begeleiding van ons ontvangen. Is nodige hulp ingezet. Maar nu zijn we eigenlijk klaar. Het gaat goed met mevrouw. Ze gaat naar school. Het gaat goed met haar zoon. En nu is mijn vraag, hoe nu verder? Mevrouw staat nog niet lang genoeg ingeschreven om door te kunnen stromen. Het probleem zit er met name in de doorstroom. Namelijk de beschikbaarheid van woningen daarna. Wij vangen mensen kortdurend op. Een half jaar, of maximaal een jaar. En dan moet je weer bij een woningcorporatie verder. Hoi Maria. Alleen de woningcorporaties hebben momenteel geen woningen beschikbaar. Dus onze woningen die we in de wijk hebben, verstoppen. Eigenlijk kunnen ze weer op eigen benen staan. Maria en haar zoon Jarencio zijn uitbehandeld. Alleen een betaalbare woning om die stap te maken is onvindbaar. Ook voor instanties als DNO doen. Er is geen plek voor mij. Ik heb geen onderdak ergens anders. Maar hoe moet dat dan? Hoe dat moet, zegt u? Ja. Hoe dat moet? Ja, dat weet ik ook niet. Ik woon hier al een jaar. Ik woon hier al sinds augustus. Augustus 2012. Een huis vinden lukt dus niet. Maar Maria heeft nog een probleem. Als je 1000 euro krijgt en je betaalt 300 euro aan kinderopvang, je betaalt hier ook nog huur, je betaalt lesgeld en je betaalt verzekering, dan heb je misschien 50 euro over voor de hele maand. Om van te eten. Ja. En ik heb dagen gekend dat ik een keer zat met Elise en toen gingen we berekenen hoeveel ik over zou houden. En nou, dat was gewoon 4 euro of zo in een maand. Ik moest bijna huilen en ik keek haar aan en ze zegt, ik kan niks voor je doen. Ik sta 7 vandaag, dus ik zit in veilig gebied. Dus u moet hier elke dag hier kijken? Ja, dat is standaard beleid. Je moet ook elke dag sowieso ook je melden. Dus als je dat niet doet, ga je van de lijst af en dan maak je geen kansen meer op. Dan kan je helemaal niet meer erop. Dan kom je er helemaal, ja, dan moet je weer helemaal van voren af aan beginnen. Jan Tieman, 42 jaar oud, sinds een half jaar dakloos. Als er plaats is, slaapt hij in de nachtopvang. Dan mag hij vanaf 9 uur 's avonds naar binnen. Tot die tijd is het lopen en wachten. Bijvoorbeeld in de bibliotheek. Ik had een baan, een beveiliging, centralist. Een jaartje of 4, dan wordt er geen contract verlengd. Ja, de WW was eigenlijk zodanig hoog dat het bijna gelijk was aan mijn huur. En toen kon u uw huur niet meer betalen? Nee, uiteindelijk niet. Dus huis kwijt, spullen kwijt. Ja, kun je erover zeggen? Weinig. En waar slaapt u dan? Als er geen plek is in DNO, dan heb je een tentje. Dat is toch hartstikke koud? De kou daar leer je mijn leven. De weinig perspectief en zo, dat is denk ik moeilijker. Ik ben iemand die graag dingen doet en ook wil oplossen. Ja, als iets mij niet bevalt, dan wil ik graag een andere weg in. En die wegen die zijn er bijna niet. Ja, hierachter heb je een heel klein grasveldje. En daar heb je een beetje een soort dode hoek, zeg maar, omringd door bomen. En dan kun je mooi in het hoekje natuurlijk je tentje kwijt. Zijn er meer mensen die zo in tentjes slapen? Ik ken er sowieso al tientallen om mij heen die dat wel eens doen. Maar dat moet de gemeente dan toch ook weten, dat er allerlei mensen in tentjes slapen? Ik denk dat de gemeente ook wel weet dat er het een en ander gebeurt. Ik denk dat ze ook niet goed beseffen hoe groot het eigenlijk is. Voorbereiding voor vanavond. Lekkere verse tomatensoep. Heel gewillig. Als je de hele dag niet gegeten hebt. Maar die leven dan dus echt op jullie brood en soep? Ja. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Schrikbarend. Ook de nachtopvang van Alkmaar werkt met een wachtlijst. Vandaag gemaakt door Ron Smit. Iedere nacht slapen er 16 mannen, 5 vrouwen en 5 jongeren. Met z'n drieën op 1 kamer. Vol. Ja. 16. Het is wel eens lastig, ja. Om iemand te weigeren. Ja, het is nu best koud. Ja, dan willen we wel eens een dekentje meegeven. Waar gaat ze dan heen? Naar het bos. Met een tentje mee. Ze heel veel hebben een tentje in de kluisje liggen hier ook. En die krijgen ze dan? Die mogen ze een tentje pakken en dan gaan ze daar slapen. Ja. Ook in de winter? Ook in de winter. Je bent al lang in de beurt, man. Ah oh, ja, goedenavond. Jan!
Kamertje 16? 16 is goed, dankjewel. Jan, kamer 16. Ronald! Ja? Kamertje 26 heb ik voor je. Oké dan. Maakt me op zich ook niet uit. Nee, ja, ja, vol is vol, hè? Ja, wel, maar het gaat mij ook niet allemaal van een dakje. Kamertje 26, en dan hebben we meestal mensen leggen die niet fris ruiken. Als er iemand komt en die wil op die kamer leggen, dan mag die de kamer leggen. Maar vaak is het, nee hoor, dan gaan we wel buiten slapen. Vijf eurotjes. Ja, ik heb vier. Nou, vooruit. Nou, morgen die ene erbij, hè? Die weet toch van mij ook? Ik weet. Oké, dat wist je dus niet. Nou, ik heb een keer voor drie nachten zelf nog bij betaald bij, hoor. Ja, je bent er net twee nachten. Ja, nee. Nou, loop maar door. Je hebt niks bij, hè? Nee. Zoals van de week? Nee. Joh. Ik ga zo even je tas kijken. Achter, alsjeblieft. Ach, open. Alsjeblieft. Wat pak je nou, Jan? Ik pak mijn tas met mijn nodigheden, mijn wasspullen en mijn lege tentje en mijn slaapzakje. Hoe was trouwens die weekend met je zoon? Ja, nee, toppie. Dat was te gek natuurlijk. De jongen had me gemist. Dat was ook de eerste keer dat je me zag na een bepaalde tijd? Ja, een half jaar. Zes maanden. Dus, de hele keer dat hij meteen, hij zag me, joh, meteen, papa, ren over het station en naar me toe, weet je wel. Meteen, hup, aan me hangen. En, was leuk. Ja, dat is te gek. Kwam ze hem wel halen? Ja, ja, dat dan weer wel. Omdat Jan geen eigen woning heeft, mag hij zijn zoontje van vier maar heel af en toe zien. Zijn zoontje weet niet dat hij dakloos is. Maar is dat dan ook een soort schaamte? Of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja, de schijn ophouden en dat soort dingen is best moeilijk. Ook als je die jongen weer wegbrengt, ga je weer terug naar de ellende, zeg maar. En dat is voor mij wel heel moeilijk. Hoe zou je het nou anders willen? Ja, je hoopt natuurlijk zo snel mogelijk een weg naar zelfstandigheid. Ik heb ook niet het idee dat ik hier echt thuis hoor. Over het algemeen komen hier natuurlijk ook mensen met problematieken en dat soort dingen. Ja, die heb je zelf natuurlijk ook maar alleen op financieel gebied. Dat maar kan je nou niet echt een huis vinden? Ja, de wachtlijsten zijn vreselijk lang. Ja. De sociale sectorwoningen, daar is echt een gebrek aan. Ja. Betaalbare sectorwoningen. Ja, het is allemaal inkomens gebaseerd natuurlijk. Waarom moet dit dan? Het is geen onwil. Soms kun je dus ook buiten raten doen of iets dergelijks in zulke situaties terechtkomen. Mm-hmm. Ja, en dat is wel een hard gelach gewoon als je altijd alleen maar je werk hebt gedaan. Hey Bika, wie zit ervoor? Ik heb geen bijzonderheden. Oké. Okay. We zitten vol. Sloes voor vandaag. Welterusten. Fijne nacht allemaal. Goedemorgen. Niet wakker schrikken. Nee. Het is 7:30. Het zijn gewoon normale mensen. Het is net wat heb je gedaan in je leven. Hoe heb je het verziekt? Schuld op schuld. Huis uit. Wat zie je hier? Ja, nieuwe dag, nieuwe ronde. Hè? Hi, doei. Fijne dag.